Vandaag zijn we in de jaarbeurs in Utrecht en we proberen in één korte middag een stuk in elkaar te zetten waarin mijn compositie en de ideeën en de improvisatie van solisten van het Nederlands Kamerkoor en het Zo Gospel Choir samen met zangers en publiek een half uur durende show vormt. Uitdaging. En we hebben eigenlijk gewoon maar een paar uur tijd om dat voor te bereiden en dat te delen met het publiek. We zijn eerst dus in bespreking gegaan met de professionals. Een uurtje later kwamen daar ongeveer 40 koorzangers bij. Elke solist kreeg er dus een stuk of 3. En toen hebben we een uur met hun gewerkt. Daarna zijn we naar de finale van het Nederlands Koorfestival gegaan om daar met het aanwezige publiek en de aanwezige koorzangers dat te doen. Volgens mij met ongeveer, ik denk zo'n 150 man. Ik heb een stuk geschreven voor 14 solisten. En 7 daarvan zijn solisten van het Nederlands Kamerkoor, dus met een klassiek geschoolde achtergrond. En 7 zijn solisten van het Zo Gospel Choir. Gospelkoor met superveel ervaring, pop enzovoort. Die twee smaken die zijn gemengd. Ze staan in een cirkel om en om. En rondom elk van die solisten is een groepje zangers. Publiek die wordt aangestuurd en aangevuurd door die solist. Ik heb ook ze allemaal een geluidsfile gegeven en ze hoeven dan alleen maar op play te drukken. En dan horen ze bepaalde tonen die ze vervolgens nazingen en aan de zangers die om hun heen staan overdragen. En zo hoeven ze dus niet te repeteren. Uiteindelijk in de open lucht hebben we het ook nog uitgevoerd buiten. We hebben kort gerepeteerd. Ik heb een aantal dingen uitgelegd, een aantal ideeën. Maar het is eigenlijk gewoon een soort sprong in het diepe. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
muziek veel meer iets is om te doen. Dat het publiek veel minder vaak passief het luisteren is, veel vaker actief wordt betrokken. Zodat je ook een dicht op de zangers of op de muzici bent. Zodat je er echt van dichtbij echt meemaakt hoe het is om die muziek samen te bouwen, samen te ontwerpen, samen te laten groeien. Dat is het. Ik vond het heel leuk. Ja, ik ben wel wat vrolijker weer. Dat is fijn. Ja, apart. Dit heb ik nog nooit gedaan. Dus apart. Dat is zeer zeker. Yes. Je hebt het gehoord? Ik heb het gehoord. Het was het was interessant. Ja, geweldig. Ik vond het leuk dat de mensen ook aankwamen schuiven natuurlijk. Dat is alleen maar beter. Ja, het was mooi. Het was fijn. Echt een mooi intiem moment. Ja.